Hallo, mijn naam is Nico Bruin, werkzaam bij Sharp Electronics Benelux. In deze video laat ik zien hoe je eenvoudig, handmatig een kleurencalibratie op de Sharp Multifunctional kan uitvoeren. In dat plaatje wat u ziet, ziet u aan de linkerkant de Sharp Multifunctional en aan de rechterkant een vergroting van het touchscreen display, zodat u makkelijker kan meekijken. Er kunnen situaties zijn dat handmatig kleurcalibratie nodig is om de maximale kleuren te krijgen op uw afdrukken. De volgende handelingen moet u daarvoor verrichten. U gaat naar de display, u drukt op de button instellingen. U moet zich wel even aanmelden als beheerder door even het wachtwoord in te geven. Het wachtwoord hebben we even standaard ingesteld op admin. We drukken op de OK button, daarna moeten we ons nog even aanmelden. En dan krijgen we de mogelijkheid bij aanpassing beeldkwaliteit om daarop te drukken. En kunnen wij aan de linkerkant gaan naar autocalibratie voor kopie. Daar drukken wij op en we drukken dan op uitvoer, waarna de machine een standaard pagina uitprint. Deze komt op de uitvoer en als we naar de machine toe lopen, kunnen wij deze pagina op de glasplaat leggen zoals aangegeven staat in het display. Als we dat gedaan hebben, drukken wij op de button uitvoer en dan gaat hij dus de pagina lezen en zorgen dat dus de kleuren optimaal afgesteld worden voor kopie. Dat kan even duren, omdat hij eventjes een aantal berekeningen moet toepassen. En zo gauw die klaar is, zal dit schermpje ook die pop-up verdwijnen en kunnen wij eventueel daarna meteen doorschakelen naar het afstellen van de kleuren voor de printopdrachten. We kunnen meteen doorschakelen naar uitvoeren, waardoor er weer een pagina afgedrukt wordt die specifiek bedoeld is voor printopdrachten. Ook die wordt eerst eventjes weer samengesteld om daarna afgedrukt te worden. En op het moment dat we dan op de uitvoertray ligt, gaan we die dus op de glasplaat leggen en vervangen wij daar de testkaart van de kopie mee. Ook deze leggen we op de glasplaat zoals aangegeven staat in het display, doen de klep weer dicht en dan kunnen we ook hier op uitvoeren drukken en zal u dus deze informatie gaan lezen en vergelijken met de instellingen die op dit moment in het geheugen staan. Het kan soms van belang zijn om deze afdruk te doen of de autocalibratie te doen. Omdat er op dat moment misschien geen engineer in de buurt is, omdat ze even snel willen afstellen. Of omdat er een behoorlijk verschil is qua luchtvochtigheid of dat er grote temperatuurverschillen zijn geweest. Dit is gedaan en op het moment dat het klaar is, kunnen we drukken op annuleren en zijn we weer in het menu en zijn we klaar met de calibratie.